morgen. Het is vandaag zondag. En Gio is blijven slapen. En het is nu... Oh, ik heb mijn horloge niet om. Hoe laat is het? Het is 4:30. 4:30. We hebben heel de dag in bed gelegen. Echt niks gedaan. Ik ben echt niets meer waard. Echt niks meer. Ik ga even Gio thuis brengen. Het is best lekker weer. En daarom moet ik mijn koffer in gaan pakken. Omdat ik morgen op vakantie ga. En daar heb ik echt heel veel zin in, maar ik ben zo moe. Het is inmiddels avond en ik heb eten besteld bij de Italiaan. Carpaccio, tuna dough en wat brood met kruidenboter. Want anders dan heb ik nooit iets lekkers te eten. Nee, ik heb echt het idee dat ik mezelf uithonger, maar dat valt best wel mee. Dus dit ga ik eten nu eventjes en daarna ga ik mijn koffer inpakken. Oké, het is inmiddels 10:30. Ik ben heel de dag zo laveloos. Ik ben video's gaan editen. En filmpjes gaan kijken. En ik had mijn koffer in moeten pakken. Dus dat moet ik nu nog eventjes gaan doen. Dus ik neem jullie mee in het proces. Oké, ik ben een beetje kleding aan het uitzoeken. Sowieso gaat dit pakje mee. En Danique die neemt dus ook nog kleding mee van Most Wanted. Deze vind ik echt zo leuk. Deze is van Mango. Topje en een broekje met sterretjes erop. Ik ga trouwens maar 4 nachten weg, dus ik hoef niet zo heel veel in te pakken eigenlijk. Ik neem dit jurkje mee. Dit is een zwart jurkje met allemaal glitters er doorheen geweven van Zara. Deze twee badpakken gaan mee. Dit is er een van Zara en dit is er een van Gooseberry Seaside. Die hebben echt super mooie swimwear en ook hele mooie lingerie. Dan een rood jurkje van H&M. Die wil ik ook graag meenemen. Deze velvet top wil ik ook mee. Die is van Most Wanted. En ik heb hier nog een ander topje. En die is, zoals jullie kunnen zien, rood. En die is van American Apparel. En die gaat ook mee in de koffer. Deze twee rokjes gaan mee. Het zwarte is van Zara. En deze is van Aiko. Zo. Ik neem ook... dit shirt mee van Zara. En dit jurkje wil ik ook mee. Die is van Mango. Dit zwarte jurkje van Zara gaat ook mee. En ik wil ook dit blouseje mee. Deze is van Mango. Dit jurkje van Most Wanted gaat mee. Ja, ik heb nu echt al te veel kleren voor 5 dagen. Maar goed. Dit shirt, deze is ook van Most Wanted. Ik neem mee ook nog... dit zwarte rokje van Zara. Dit rokje van Costus. Dit broekje van Mango. Een grijs Levi's shortje. En een denim Levi's shortje. Zo. En ook deze van Costus gaat mee in de koffer. Oké, schoenen. Wat ga ik meenemen? Ik wil sowieso... deze had ik dus laatst gekocht en die vond ik echt leuk van Zara. Maar het is echt zo'n viesachtig plastic stofje of zo. Of plastic materiaal. Ja, vies bij voeten. Dus ik neem mee. Ik denk deze. Maar ik weet niet of ik die veel ga dragen daar. Deze denk ik wel. Ja, deze neem ik mee. Die zijn van H&M. Dan deze. Mijn nieuwe sleejak van Saint Laurent. Want die heb ik nog niet aangehad. Of tenminste, die heb ik 1 avond aangehad toen ik ze had gekocht. En hier ben ik heel blij mee. Dus die neem ik lekker mee op vakantie. Ik neem ook deze slippers mee van Stradivarius. Die zijn zo top. Lopen echt heel lekker. Of ik ze er zelf super leuk uit vind zien. Daar ben ik niet over uit. Ja, ik vind het eigenlijk wel grappig bij sommige outfits. En het loopt gewoon lekker. Dus ook voor in het hotel. Een paar hakken. Ik denk dat dat deze worden. Van Zara. En ik vind het denk ik ook leuk om deze mee te nemen. Maar misschien dat ik die aandoe met vliegen. En dan met een jurkje of zo. Dat vind ik wel leuk. En ik wil ook mijn Balenciaga laarsjes meenemen. Oh, ik ben zo verliefd op ze. Ik had ze dus gisteren aangetrokken naar de stad. En toen zat er al kauwgom op de voorkant hier. Dat heb ik geprobeerd weg te halen, maar je ziet het nog wel een beetje. Oké. Deze gaan ook in de koffer. Oké, dit is wat er nu is ingepakt. En ik moet eigenlijk... ja, make-up en zo kan pas morgen.
Omdat ik me nog wil opmaken voordat ik wegga. Maar ik moet sowieso even een slaapmaskertje meenemen. En ja, deze wimpers, maar die kan ik beter met mijn make-up doen. Dus die gooi ik even daar neer. Ja, dit is wat ik nu heb. Ik weet nog niet wat ik morgen aandoe. En ik moet dus voor mijn make-up spulletjes alles nog inpakken. En dat film ik dan denk ik morgenochtend. En ik had natuurlijk de drone besteld. Nu ben ik er alleen nog niet over uit hoe die werkt. Dus dat ga ik denk ik uitvolgen met Aniek op het moment dat we in de hotelkamer zijn. Maar deze gaat natuurlijk mee. Oké, voor het grootste gedeelte wel ingepakt hoe ik het hebben wil. Kleding, schoenen, laptop, drone, hielden. Mikmak, dan doe ik morgen make-up. Ga ik nu douchen en lekker slapen, want het is inmiddels 11 uur. En dan kan ik morgen nog even de rest doen. Ik heb even gedoucht en mijn haar gewassen. En ik ga nu slapen. Sorry voor deze superkorte vlog. Maar morgen ga ik... Ik heb wat verteld waar ik naartoe ga. Ik ga met Danique naar Ibiza. En dat is deels voor ons nieuwe project waar we al een tijdje mee bezig zijn. En waar ik nog niks over heb kunnen zeggen. Maar dat wordt dan steeds concreter. Dus dat is wel heel leuk. En zodat we eigenlijk... Ja, het idee was eigenlijk meer zodat we eventjes tijd hadden om... Kijk, ze kan wel tegen mij zeggen van oké, we moeten die week moeten we eventjes vrij houden. Maar ja, als je allebei in Nederland bent, we zijn allebei best wel... we doen allebei iets anders en dan heb je het weer druk en dan komt er iets tussen. Dus dan heb je niet echt tijd om zoiets op te zetten. Dus dacht ik, nou laten we dan 5 dagen even weggaan, ergens naartoe. En Danique die was al eerder op Ibiza geweest, al 2 keer volgens mij dit jaar. Daarna is de Curaçao geweest en zei, nou laten we dan weer naar Ibiza gaan. Dus daar gaan we heen om even die dingen allemaal op te zetten. En natuurlijk ook om gewoon even lekker vakantie te vieren en te chillen. En ja, ik wilde zeggen lekker te eten, maar ik ga het wel gezond proberen te houden. En ik heb er heel veel zin in. Maar we vliegen vanaf Rotterdam, dus ik moet wel... Och, nu krijg ik weer stress. Waar heb ik mijn paspoort? Nou, ik ga het morgen allemaal wel zoeken. Ik ga mijn werk om 7:30 zetten. Want we vliegen van Rotterdam, dus ik moet ook nog daarheen rijden. Ik moet nog een deel van mijn koffer inpakken. Ik heb ook nog helemaal geen tas ingepakt, bedenk ik me nu. Ik ben niet super handig bezig, maar ik krijg altijd zoveel stress van op vakantie gaan. Maar uiteindelijk heb ik ook altijd zoiets van, ja... Het ergste wat er kan gebeuren is dat je iets vergeet wat je graag mee wilde hebben. Mijn camera staat niet scherp in het donker. Dat is echt zo irritant. Maar in het ergste geval... Stel je camera niet scherp. Nee, in het ergste geval vergeet je iets wat je mee wilde nemen. Maar geen niet dood. Nou, kom op zeg. Wat is dit met die camera? Moet ik hem dan echt zo dicht bij mijn hoofd houden? Hallo, hallo. Nou, oké, whatever. Ik vind het best wel irritant eigenlijk. Maar in het ergste geval dan... Hier wordt het ook allemaal niet beter van. Ik denk ik schijn even bij, maar... Ja, het is zoiets beter. Nou, ik ben ook heel mijn verhaal kwijt. Maakt ook verder niet uit. Ik heb mijn koffer deels ingepakt nu. En sorry voor deze ontzettend korte vlog. Maar ja, ik ben eigenlijk super brak geweest ook. Voornamelijk met G. En we hebben de hele dag in bed gelegen een beetje. En toen heb ik hem thuis gezet. Toen ben ik naar huis gegaan. Films gekeken, films geëdit. Voordat ik natuurlijk op vakantie ging. En daarna koffer ingepakt. En... Ja, ik moet wel een beetje op tijd gaan slapen. Want anders ben ik morgen helemaal kapot. Dus hartstikke bedankt voor het kijken in ieder geval. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En ook als je zin hebt in de Ibiza-vlogs, laat het even weten. En dan zie ik je graag morgen weer. Doei doeg! Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. Ik ben net even in bad geweest. Ik heb me even opgemaakt. En ik ga nu verder met mijn koffer inpakken. En dan ga ik naar Rotterdam rijden. En samen met Danique naar Ibiza. Heel veel zin in. Maar ik moet nog een aantal dingen doen. En ik heb een beetje haast, want ik moet over een kwartier weg. Dus dat ga ik nu al regelen. Oké, ik heb de rest ook ingepakt. Ik ga nu mijn make-up pakken. En dan kan de koffer dicht. Zo, ik ben gepakt. Het is letterlijk altijd zo'n bevalling om deze koffer dicht te krijgen. Dat is echt niet normaal. Nou, ik zit in de auto. Ik kreeg die koffer echt met geen mogelijkheid dicht. Op een gegeven moment had ik hem eindelijk dicht. En toen miste er dus een laarsje. Die lag nog buiten de koffer. Dus toen heb ik die er weer ingeprobeerd, ben ik er weer op gaan zitten, weer op gaan staan, weer op gaan stampen. Hij is nu dicht. Ik word helemaal gek. En ik ben nu onderweg naar Rotterdam. Dan ga ik daar mijn auto neerzetten en dan
lekker met Danique naar Ibiza. Echt heel veel zin in. En het is vandaag in Nederland trouwens ook best wel lekker weer. Dus ik heb gewoon nog eens een kort broekje aangetrokken. Want ja, ik heb nu wel lange mouwen aan. Maar ik vind het altijd echt verschrikkelijk. Als je dan aankomt op zo'n vliegveld en is het heel warm. Maar dan heb je nog een lange broek aan en heel de teringzooi. Dus dat, daar heb ik nu geen last van. En ja, ik begin er steeds meer zin in te krijgen. Meestal zie ik vakantie wel een beetje als een... iets waar ik dan tegenop zie, omdat je zoveel moet doen, denk je. Maar ja, eigenlijk hoef je alleen maar je koffer in te pakken en naar het vliegveld te gaan met je paspoort. Dan komt het wel goed. Maar in mijn hoofd is het al altijd een stressdingetje. Maar nu het eenmaal dichtbij komt, heb ik er heel erg veel zin in. En ik kwam er net achter dat ik mijn oortjes en parfum ben vergeten. Dus parfum kan ik wel halen op het vliegveld. Ik hoop oortjes ook in Rotterdam. alleen gaat Danique me echt haten. Want Danique haat het echt als ik of ga slapen of met mijn oortjes in ga zitten. Zijn we altijd wakker blijven en praten en sudoku spelen en zo. En ik ga altijd slapen. Ook met zomertour. Ik lig altijd te slapen. Ik moet nu even wachten op een... taxi en die gaat mij naar het vliegveld brengen, want dit is een parkeerplaats iets verderop. Dus ik ga die koffer maar eens uit de auto halen. Het was wel een drama om naar binnen te slepen. Ik heb nog niks gegeten. Dus ik voel mij de flauw. Ik moet echt wat eten straks. Ik ben op het vliegveld en dit blijft zo leuk. Oh my gosh. Ik ben op het vliegveld met mijn zus. En wij gaan lekker naar Ibiza. En we hebben even eten. Want anders gaan we dood. Wij zitten in het vliegtuig. En ik heb gelukkig dit voor mijn oordopjes kunnen kopen net. Oh. Want ik had dus wel deze, maar die passen niet in mijn telefoon. En nu heb ik dus dit. Dus dat is top. En ik heb even wat tijdschriftjes gekocht. Hoe lang is het vlieg? 2,5 uur of zo? Toch? Ja. Oké. En ik ben net naar Curaçao geweest. Ja, jij wordt niet echt bruin, hè? Ja. Jawel, je was wel echt bruin. Nou ja, zo zijn we bruin. Zussenvloertje op Bibi! Hij vindt je leuk! Zes! Ja. Loser vloggy! Wij zijn godver. Ik zei laatst tegen mijn trainer, zei ik, ik ging vannacht spelletje spelen in bed. Zei die, ben je een gamer? Dames en heren, dat uw controleerbeestoel goed is vastgemaakt en daar zijn hier grappig. Ja, dat is heel lekker. De rugleun van de stoel recht op staat. Snap ik wel dat je hier bloed heet van krijgt. Ja, wel ook even voor zo'n zonnig land. Ik heb totaal niet op te wachten. Er lopen al mijn fillers uit. Voor de duidelijkheid, Danique heeft geen fillers, want anders gaat iedereen dat weer denken. Een goede titel, dan ik even fillers. Had ze het maar. Grapje, grapje zus. Dat is echt een mooi reflectiescherm zo onder je kop. Fliekie. Ik vind vooral dat sap lekker. Ja.
waren hier nu al. Het gaat allemaal niet heel vlot. We gaan zo met het vliegtuig naar het kwastje. Maar het is wel lekker weer. Minuten rijden vanaf het vliegveld, maar het was alle 40 minuten waard. En ik krijg nu allemaal cadeaus van mijn zus. Zo is een persstrip, jongens. Moest wel het persstrip, dank je zus. En het is echt super mooi. We hebben een jacuzzi in de slaapkamer. So that's nice. En het uitzicht is echt zo ontzettend mooi. Kijk hoe mooi dit is. En dan heb je daar de spa. En hierbovenop nog een zwembad. Echt, I love it. Wij hebben de kast ingeruimd. Ik kan wellicht stellen dat het overdreven is wat ik heb meegenomen voor 4 nachtjes. Maar daarentegen doet mijn zus het niet anders. Dus ja. En mijn zus heeft ook net een aardig champagneglas op de grond kapot laten knallen. En het is inmiddels 5 uur en daar balen we van. Maar we gaan er een topvakantie van maken. Wij gaan even beneden wat eten. En een beetje bij het zwembad liggen, een beetje zonnen. En ik heb dit ding van Kostus over mijn bikini aangedaan. Haar zegt lang worden. Let's go, Leo. Ja, hè? Dat is niet normaal. Thank you so much. Yes, please. Zwemvloggy! Zo, doe jij de borstcrawl eens even voor ons? Nee. Nee. 1, 2, 3. Dag je niet. Oh. Wij hadden even... bij het zwembad gelegen vanmiddag. En toen zijn we naar de kamer gegaan. Toen is Danique een beetje gaan werken. En de tijd vliegt echt mega erg. Want het is nu 9 uur bijna. En we hebben om... Wat zit er op je handdoek? Eeuw! Eeuw! En het is inmiddels 9 uur. En wij hebben om 10 uur afgesproken. Dit zat gewoon op je handdoek. Echt? Het is dus ongeveer 3 kwartier rijden misschien, dus we moeten zo al weg. En zoals je ziet, nog totaal niet klaar. En even serieus, het uitzicht.
Hou op met me. Het is zo prachtig. Echt niet te doen. Het is zo mooi. Tussen die bergen in. Echt wauw. Echt een top, top, top begin. Ik heb me even klaargemaakt. En Daantje ook. En we gaan nu uit het hotel. Het hotel is best wel afgelegen van alles eigenlijk hier. Maar dat is heel chill. Dus ja, als je dan ook echt weg wil, dan ga je ook echt weg. En niet dat je... Ja, als je hier chill zit, blijf je ook gewoon hier. Dus we gaan nu eventjes weg. Echt? Wij zijn thuis, het is 4 uur. Het was gezellig. Maar we zijn echt kapot. Dus ik ga me lekker klaarmaken voor bed en lekker slapen. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik je graag morgen weer. Doei doei!